Nu ik me een beetje in de vloggerij begeef, vind ik het ook heel leuk om andere mensen te bekijken natuurlijk. Wat zij allemaal doen met hun vlogs, om ideeën op te doen. En ik volgde Martijn Nijhuis al een hele tijd op Twitter. De nieuwslezer van de NOS die altijd het nieuws leest op Radio 2. En die maakt dus videodagboekjes en die zijn zo leuk. Dat ik dacht, als ik hem te spreken krijg, dan wil ik aan hem eens even wat tips gaan vragen. Daar ben ik weer. Je vlogt ook, hè? Ja, ik vlog ook sinds een week of 4. Dus zo lang al? Nou ja, lang al. Ja, maar dan echt een week, in een week, hè? Eentje per week. Ja, hoe pak je het aan? Want de gemiddelde leeftijd is toch van 8 tot 14 van het publiek wat naar vlogs kijkt. Ja, maar mijn vlogvolgers zijn van 25 tot 60. Exact. En ja. Die moeten we natuurlijk hebben. Je leert er heel veel van, vind ik. Wat leer je dan? Nou, bijvoorbeeld dat andere mensen dezelfde problemen hebben. Of dat het met andere mensen veel slechter gaat. Vind ik ook wel leuk. Ja. Als je vlogt, ga je eigenlijk je normale gang. Dus dat wordt dan vastgelegd. En dan bedenk je dus eigenlijk tegelijkertijd dat het interessant genoeg is voor mensen om het te gaan kijken. Ik ook maar bedacht dat ik mijn kickbokstraining... Was hartstikke leuk. Ja, vond je dat leuk? Ja, zeker. Nou, daar ben ik dan toch wel onzeker over. Omdat ik dan denk, ja, wie zit daar nou op te wachten? Ja. En heb jij nog tips voor mij? Want je hebt een paar vlogs gekeken. Nee, je moet gewoon doen wat je nu doet. Dat is heel leuk. Het is heel, en ook als je onzeker bent over wat je opneemt, moet je dat gewoon inlaten. Dat is leuk. Moet ik hem ietsje korter maken? Zodat mensen... mensen vinden mijn vlogs altijd te kort. Het duren maximaal 2-3 minuten. En ik vind dat jij er zelf vrij weinig in voorkomt. Ja, ik hou helemaal niet van in beeld. Dat vind ik niet leuk. Het is heel confronterend. Dat je denkt, wat lach ik raar? Of wat zie ik er stom uit? Of... heb jij dat niet? Ja, je ziet er natuurlijk altijd goed uit. Dat is niet waar, hè? Want als je goed gekeken hebt, heb ik ook een paar shots van onderen, met onderkin, zonder make-up, haar en zo. Ja, mensen bedoeld, ja. Wacht, dan doe ik het zo. Wacht. Nog een knoppen werk. Kijk. Altijd van boven, hè? Het is heel belangrijk. Altijd, ja, kijk, van boven. Wauw. Dit wordt mijn thumbnail, dus denk ik. Dus ook gewoon lekker die ballen nog. Ja, we staan echt in heel slecht licht. Ja, dat is ook niet. Wat, en dan kan je ook nog een filtertje doen, zwart-wit. Ja, dat doe ik nooit. Oh, dat doe je nooit. Nee. Gewoon ode filter. Nou, dit wordt mijn thumbnail. Leuk hoor. Ondertussen. Jan, doe nou even. Kijk nog even. Radio 5. Leukste selfie stick. Dank je. Want dat heb ik van Martijn geleerd. Je moet altijd een beetje zo van omhoog, want dan word je knapper van. Oh. Dus, ja. Ik moet mijn bril afzetten. Word ook... Nee, je moet hem op, zo knap. Op je hoofd, anders herkennen de mensen. Oh ja, zo. Ja. Kan jij eens even zeggen wat we allemaal in de show hebben straks? Nou ja, iets leuks. Eén ding is ook goed. Marleen Zahopala. Ja. Oh, dat was het. Dat was ja, het. Ja, ik zit in de show, ja. Dat klopt. Martijn. Oh, wauw. Nog even. Ja, ik heb hem hoor. Wow. Altijd van bovenaf. Ik pas jouw tip eigenlijk meteen toe. Ja, je hebt het helemaal niet. Kijk, ik zie er stukken beter uit, joh. Och, en verder weg is ook altijd beter. Ik wil jou even vertellen, Martijn, dat jij straks in de uitzending van Tijd voor Max Radio zit. In een heel klein stukje heb ik je even gepost van een van de vlogs. Want dan ga ik het erover hebben. Het verschil tussen, zeg maar, de babyvloggers en de volwassere vloggers, zoals jij en ik. Ja, ja. Nou dan. En welk quoteje is het? Het is dat jij een interview hebt met de staatssecretaris. Nou, ik vroeg ook al daarna of ze al geabonneerd was op mijn vlog, hoor. Dus ja, dat vond ik dus heel leuk. Ja, zij ook. Ben jij eigenlijk al lid van mijn kanaal? Nee. Marleen vlogt op YouTube. Oké, dan ga ik dan meteen in mijn filmpje dan eronder zetten. Dat mensen ook op jouw vlog tegen. Oh, top. We gaan je helemaal groot maken op YouTube. Yes! Simon & Garfunkel, I'm a Rock. En daarvoor zat ik ontzettend te genieten, disco meisje dat ik me daar ben, van Chaka Khan, I'm Every Woman. Nou, ik wil je ook nog even dit laten horen. Eigenlijk hoor je er bijna niet meer bij als je niet vlogt. Dat is vreselijk. Nee, ben je helemaal gek geworden. Nee, waarom niet? Vind je het stom? Nou, best ja. Ja? Oh, ik ga een keer een vlog maken over ook Hart van Nederland. En ik heb hier ook wel eens wat laten zien. Dat heb ik op mijn eigen YouTube kanaal gezet. En toen kreeg ik de opmerking, een keer kwam ik ergens binnen. Ben jij niet veel te oud om te vloggen? Ben jij niet veel te oud om te vloggen? Ik dacht, potverdorie, het zal toch niet waar zijn dat iemand mij dat vertelt. Dus eigenlijk wil ik onderzoeken of er een doelgroep is
die het leuk vindt om naar mijn vlog te kijken. En om bijvoorbeeld als jij een vlog zou maken of die dat dan leuk zouden vinden. Jij wordt op de hoogte gehouden van wanneer Martijn een nieuw, of wanneer ik in dit geval een nieuw filmpje heb. En jij komt er natuurlijk ook in. Dus het is voor jou nog extra leuk om je te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Zo, en nou ben ik er klaar mee met mijn YouTube-kanaal. Wat gaan we doen? Hebben we nog iets leuks? Hebben we nog een leuk liedje? Nou, het is altijd zo dat een van ons, en in dit geval ben ik dat dus als eerst in de vuurzie, gaat. En dan lopen we naar de redactie om te kijken wat er in de uitzending zit. Ik moet altijd even zoeken naar dat cameraatje, want... Ik ben nogal geneigd om veel naar mijn eigen hoofd te kijken, geloof ik. Sorry. Vandaag werk ik met Selma en Selma is een beetje zielig. Wat heb je, Sel? Ik heb me aan mijn meniscus laten opereren. Drie zielige pleistertjes. Ach, gosh. Maar ik vind dat wel heel knap, hoor, dat ze dat kunnen. Dat je gewoon drie gaatjes in een knie maakt en dat je dan vervolgens iets doet. En dat het alweer beter is. Ja, ja, maar je huppelt nog niet over de redactie. Nou, valt mee, hoor. Doe eens wat. Kijk, doe eens een kusje. Oh, zie je, daar ga je bijna. Zie je, daar ga je alweer. Kijk. Eindelijk de Roy is druk aan het tikken. Er moeten nieuwe headlines geschreven worden. En ik lees net dat het Leidseplein ontruimd is vanwege een klein explosief. Roy, gaan we daar nog wat mee doen in onze vroege show? Hij hoort me niet. Zit er niet in de vroege, is het echt wat? Is het echt nieuws? Dan zie je het sowieso echt wel in. Laat. En op onze website natuurlijk. Uiteraard. Hè? En de app, hè? En de app, ja. En zo is het. Nou, zo ziet het er dan een beetje uit. Sorry voor mijn camera voeren, jongens. Ik ben maar net begonnen. Ik zit dus hier achter mijn computer. Ik lees krant. En ik ben bezig in het script, zeg maar, wat we gaan doen. Nou, dus ik heb nu laten zien hoe dat er dan uitziet. En ondertussen zak mijn camera maar weer. Oh, wat erg. Nou, dit knippen we eruit. En ik ga nu naar de Wittebergen voor een meeting met de Stichting Ambulancewens. Stichting Ambulancewens. Als jij aan de mensen vraagt, zou aan een wildvreemde op straat vragen Stichting Ambulancewens, dan staan ze eruit te kijken van, wat is dat dan? Stichting Ambulancewens, we staan nu 10 jaar. We hebben 9000 mensen bijna al geholpen. En toch is het zo dat heel veel mensen in Nederland, die hebben nog nooit van ons gehoord. En die kennen ons ook niet. En waar kunnen mensen meer informatie over de stichting vinden? Op onze website ambulancewens.nl, daar kan je alle informatie vinden. En dan kan je precies zien wat wij allemaal doen. En het is een mooie stichting, Kees. We gaan er een mooi feestje maken. Die ja, en ik ben heel blij dat je ons helpt. Ja, dat kunnen we niet genoeg van krijgen. Oké. Goed.
dames en heren. Ja, dames en heren.